Bezoekers van de voedselbank, die houden van zoetigheid, gaan goede tijden tegemoet. Speculaaspoppen, letterstang, hier nog meer. Leuk voor een keertje, maar Annette Koopman van de voedselbank benadrukt dat er behoefte blijft aan gezonde en voedzame producten. Hier ben ik heel erg blij mee, hè? Maar wij hebben het liefst eigenlijk de basis. Mensen zitten niet te wachten op heel veel snoep of extra dingen van zalm of weet ik wat. Maar echt de basis, dat is wel heel belangrijk voor ons. Dus de pasta's, de macaroni, blikken, lang houdbaar, dat is eigenlijk heel belangrijk voor ons. Naast de decemberboodschappen worden vandaag ook kerstpakketten uitgepakt. Deze komen kant-en-klaar binnen. Bij bedrijven kan je kiezen. Je kan je pakket mee naar huis nemen of je schenkt hem aan de voedselbank. Vervolgens komen ze natuurlijk allemaal hier naartoe. Dan worden ze bij ons uit elkaar gehaald, zeg maar. Dus de drank gaat eruit, want die gaat niet naar de cliënten toe. Want sommige mensen hebben een probleem gehad met drank, vandaar dat ze bij ons pakket nodig hebben. En dan gaat het eigenlijk iedere week de pakketten in. Wat gebeurt er dan met die drank? Die wordt opgeslagen en dat wordt verkocht hier aan de vrijwilligers. Er wordt hard doorgewerkt, zodat de pakketten morgen klaarstaan. En de klanten van de voedselbank aan een verlaat kerstdiner kunnen beginnen. Dat hoop ik wel, ja. Zou ik ze zo gunnen, hè? Dus, want wij hebben een mooie kerst gehad, maar gun het iedereen. Dat hoop ik.